Door middel van duurzame innovaties willen wij de maritieme sector inspireren. Met alle kennis die we met dit team dit jaar in huis hebben, gaan we een unieke boot maken. We durven grenzen te verleggen. Wij kijken niet naar de onmogelijkheden, maar juist naar de mogelijkheden. Wij zijn een ontzettend ambitieus team. En daarom kunnen wij de volgende stap zetten in innovatie. Dit zal een bijzonder jaar worden. Het TU Delft Solar Boat Team is een dream team van de TU Delft. En dit betekent dat wij een groep studenten zijn, 26 studenten nu, die een jaar lang hun studie aan de kant zetten om aan een heel vet en innovatief project te werken. En in ons geval is dat een boot op zonne-energie. Nou, dit jaar willen we echt laten zien wat er mogelijk is met duurzame energie. Afgelopen jaar hebben we dat ook gedaan, maar dit jaar nemen we de stap om te laten zien dat het ook op open zee mogelijk is. Ook op de open zee kan je duurzame energie gebruiken. Daar liggen nog heel veel kansen voor te grijpen. Dat willen we dit jaar laten zien. En dat wordt dus echt compleet anders dan de afgelopen jaren. En dat is juist ook zo gaaf aan dit jaar. We gaan echt gewoon iets compleet anders doen. We maken dit jaar een volledig nieuwe boot, omdat we dit jaar te maken krijgen met grote golven, stromingen en heftige weersomstandigheden. Dus wat dit betekent voor de boot, is dat de boot een stuk groter zal worden, een stuk robuuster. En ook dat er in plaats van één persoon in de vorige boten, in deze boot drie personen zullen moeten gaan zitten. Dus het wordt een compleet andere boot met compleet nieuwe technieken en innovaties. Nou, we willen het wereldrecord verbreken voor het oversteken van het kanaal met de zonneboot. En daarnaast willen we natuurlijk de wereldkampioenschappen in Monaco gaan winnen. Ik denk dat het een ontzettend gaaf jaar gaat worden, waarin wij ontzettend veel zullen gaan leren met een onwijs mooi team een topprestatie kunnen neerzetten.